Het eerste plan om 1455 runderen te plaatsen in een nieuwe stal in het Achterhoekse Wichmond is van de baan. De plannen van internetondernemer Kolen zijn naar beneden bijgesteld tot maximaal 650 dieren. De aankopende makelaar Marcel Schiphorst heeft bij gemeente Bronckhorst een aanvraag ingediend om een stal voor 388 runderen te bouwen. Er was weerstand uit de buurt, daar hebben we serieus naar gekeken. De mensen hebben echt een punt 1455 runderen. Op dit moment is in Nederland wel knap fors. Dus we hebben gewoon gekeken van wat zou in het gebied wel kunnen. En daar zit die 650 runderen volgens mij in de plaats van veel beter. LTO-voorzitter Henk Joling van afdeling Bronckhorst houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Kijk, iedereen is vrij om te ondernemen en mag doen wat hij wil, mits hij aan wet en regel heel veel doet. Nou, dat zal hij dus doen. Maar ik ben wel in bezorgd zeg maar, over de negatieve uitstraling die het heeft naar landelijke wetgeving. Want het is toch een bijzonder geval. En het zou bijzonder jammer zijn zeg maar, dat de ruimte die we als melkvouderij hebben, het goede imago dat we hebben, dat er door dit soort incidenten teniet wordt gedaan. Imago-schade loop je op als je je dieren niet op de goede manier houdt. En of het bedrijf nu klein is of middelgroot of misschien wel heel groot. Als je op een kundige manier je dieren zult houden en een verantwoord product op de markt kunt zetten. Dat is volgens ons het belangrijkste om die imago van de melkrundveehouderij stand te houden. Een kritiekpunt vanuit de buurt is dat Kolen zich niet laat zien. Meneer Kolen is ondernemer, die reist de hele wereld over. Is af en toe een half dagje in Nederland. Valt dan wel tegen om hem net op dat moment erbij te krijgen. Hij heeft ons in feite de opdracht gegeven om de vergunning tot aan de eindstreep te brengen. En daar waar nodig is ook mensen te woord te staan over de vragen die er zijn. Als het echt zo uitkomt en het is echt noodzakelijk, is hij er wel. Maar tot nu toe is het voor ons nog niet noodzakelijk geweest dat hij er zelf aanwezig was. Alles wat er gebeurt gaat via zijn woordvoerder. We hebben Kolen ook niet gesproken. Hij woont wel dicht in de buurt, maar je krijgt hem in die zin ook niet te pakken. We hebben het ook niet geprobeerd, moet ik zeggen, want dat is natuurlijk... Het is Kolen zijn plan, niet onze. Het zou natuurlijk wat netter zijn dat hij de buren persoonlijk kon informeren en niet zo'n woordvoerder. En dat is denk ik ook een gemiste kans voor hem om op zo'n manier zeg maar, met je buren om te gaan. Joling weet wel wat hij Kolen graag zou willen vragen. Wat ik me heel graag zou willen vragen, waarom ga je dan überhaupt daar in Wichmond zitten? Het is een heel kleinschalig gebied met kleine kaveltjes, natte gronden, veel bomen en dat soort toestanden. Er zijn toch andere plekken in Nederland waar je 200-300 hectare in één vierkant blok hebt liggen waar je... Super mooi kunt boeren, waar een nieuwe stal kunt zetten. Zonder dat buren daar dicht in de buurt zitten. Ik denk, nou, als ik dan wat zou willen, ik heb onbeperkt middelen, zou ik niet daar tussen de struiken gaan zitten prutsen. In plaats van uit andere plekken zijn wat veel makkelijker kan. Wichmond biedt ons potentie. Dus Daddy Genetics die heeft daar 70 hectare grond die ze tot hun beschikking heeft in eigendom. Er is een locatie gekocht met een agrarisch bouwvlak. Er zit voldoende ammoniakrechten op die locatie. Het is een prachtig gebied om te ondernemen. En wat nog veel mooier is, er is ook redelijk veel grond in de buurt die nog vrij gaat komen. Die ons ook is aangeboden om te kunnen kopen. Of waar we van verwachten dat er in de toekomst nog ruimte zal ontstaan. Omdat er ook stoppende ondernemers in het hele gebied zitten. Momenteel ligt de aanvraag voor fase 2 bij het college van de gemeente. Kolen wil de locatie van de nieuwe stal graag een kwartslag draaien ten opzichte van de oude stallen. Dat is natuurlijk het belangrijkste punt, is afhankelijk van bezwaar en beroep. Dat is onze onzekere factor. Maar als de gemeente, het college, in december wil besluiten dat fase 2 bouwblok geschoven kan worden, nou, dan ga je de procedure in van een half jaar. En in die periode kan ook gewoon netjes de bouwvergunning aangevraagd worden. Dus technisch gezien zou je dus volgend jaar volop in de bouw kunnen zitten voor fase 2. Nou, dan neem je er nog 3 maanden bij op dat die klaar moet zijn. Over anderhalf jaar moet je zo'n stal in gebruik genomen kunnen worden. Kolen is nog op zoek naar een andere locatie, elders in het land, om ook daar dieren te houden.